En GVVV wist ook maar twee keer te scoren tot nu toe in deze competitie. Een eerste helft die eigenlijk niets noemenswaardig met zich meebracht. Dan maar naar de tweede helft. Dit is Terschegget. Daar is de voorzet. En daar zit Jeroen Verhoeven, de doelman van De Dijk, ertussen. En is het de hoekschop voor de ploeg van Oosterlee. Terschegget legt die bal dan terug. Voorin vooral de lengte. En dan is hier Den Hartog. En dan scoort hij de 1-0 voor GVVV. Het is de 58e minuut. Het is 1-0 voor GVVV. Den Hartog krijgt die bal prima na het hakje van Mulder. En dus GVVV op 1-0. Dit is geen buitenspel omdat nummer 4 Verschagen dat opheft. En dus kan Jeremy de Graaf. Maar wat scheelt het? Misschien had hij een beter voor kunnen geven op Terschegget. Maar hij ging zelf Jeremy de Graaf. Dan weer GVVV, dat vooral in het begin van die tweede helft veel beter was dan De Dijk. Beweging is buitenom, maar dit gaat naar De Graaf. Omdat De Dijk staat te kijken, kan Jeremy De Graaf hier de 2-0 maken. Het is de 65e minuut van de wedstrijd en het is Jeremy De Graaf. Eindelijk hij met zijn doelpunt. En dat betekent de 2-0 op Panhuis voor de Blauw-Witte. Verhoeven is geslagen en Jeremy De Graaf dus met de 2-0. En GVVV gaat door. Adnane, zijn voorzet voor de voeten van Mulder. En daar had het zomaar de tweede van De Graaf kunnen zijn. Sombere blikken bij de bank van De Dijk, Jochem Twisker. Vorige week al verloren en nu op weg naar een nederlaag. Mulder mag ver doorgaan. De Graaf voor de goal. Hier Lachmucci en Verhoeven zit er nog tussen. Dus blijft het bij de 2-0 voor GVVV. Dan is er inmiddels gewisseld. Is Van Eck in de ploeg gekomen. Adnane geeft mee. Daar het balbezit voor Ajag. Die het hoofd van De Graaf vindt. En dit is een prachtig doelpunt. Jeremy De Graaf. Naar een geweldige voorzet. Pan klaar. Verhoeven geslagen. En je vraagt je af waar die vrijheid vandaan komt. GVVV wint met 3-0 van De Dijk. Oh, als je het eerste uur kijkt, dat er eigenlijk volgens mij niks aan de hand is. Heb ik GVV niet voor de goal gezien. Wij overigens ook niet. Maar dat was van ons een bewuste keuze om wat voorzichtiger te spelen. Om te zorgen dat we het middenveld van GVV onder controle hielden. Ik denk dat dat geslaagd is het eerste uur. Alleen dan vergeten we ook dat er afspraken bij standaard situaties horen. Waardoor we dan toch op 1-0 achterkomen. 2-0 staan volgens mij ook collectief te snurken bij een spelmoment. Of bij een spelervatting. Ja, dan gooi je zo'n wedstrijd weg.